Hallo Kees van IMT, ik ben Mark en we waren weer met SimCity met Ido. Hi. Ik kwam net tot de conclusie dat ik bijna nauwelijks meer olie heb in mijn oliecentrale. Gelukkig wordt er nog wel steeds dingen geboord. Moeras Rozemarijn wil Noordwakkerland alles vertellen over de voordelen van recyclen. Oh, echt? Wil je er een presentatie over geven? Ja, ik wil een presentatie geven over hoe ze koekjes doen hergebruiken. Ja, dat is logisch. Technisch gezien is het recyclen. Nou, het is echt handig, die triple click button op mijn muis. Dat kan. Met wegen upgraden. Even zien, ik ben even vergeten waar alles staat. Ah, hier. Zou dat onder hacks vallen? Maybe. Kom, laat de cheats gaan gebruiken in de multiplayer en hopen dat we niet geband worden. Jij doet wat, ik doe het niet. Zo, ik heb weer olie binnen, mooi. Maar ik kan er gewoon een olifant uitknijpen. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Krijg je ook olie? Heel grappig. Wat is dit voor logische fabrieknaam? Vuurwerk en benzine. Ik snap het idee dat ze iets met vuur met elkaar willen combineren. Het lijkt me een beetje zo van gaat fout. Nee, het gaat gewoon goed. Zodat er vuur bij komt. Oh, ja, echt? Nee, nep. Nee, eigenlijk maak ik gewoon één grote grap. En tuurlijk, de klaslokaal zit er weer vol. Kijk, ik heb een bibliotheek. Mark, ja. Als je nou ervoor zorgt dat je een paar mensen in je stad hebben die kinderen omleggen, is meteen het probleem opgelost. Waar komt die agressie van vandaan? Het is geen agressie, het is gewoon een tip. Prachtige tip, kan ik er wel niks mee. Ik heb zin in het casino. Oké. Gaat dit met een casino doen dan? Schijnbaar. Dit is een beetje apart, vind je ook niet? Ja, ik hoor soms wel gekkere opmerkingen, maar... Dit? Nee. Dit valt op zich nog wel mee, wat ik af en toe met werk hoor. Oh ja. Lage landwaarde. Hoe kan dat nou een lage landwaarde zijn als de fucking een brandweerkazerne net 20 meter van je vandaan zit? Misschien al die sirenes. Wauw. Zo, nu gewoon een goede landwaarde. Prima. Want sirenes schijnt nog wel herrie te maken. Oh ja, meen je dat? Nee. Ze adviseren mij om megatons te bouwen, maar ik ben nu bezig met de Omega Code, dus nee. De olie is op, again. Je kunt ook wel pindasolie maken, zeggen ze. Ik weet niet waar dat opeens vandaan komt. Cocktails. Dat is diamanten. En er is een, volgens mij... Aardbeving? Nee, een gevaarlijke brand, ergens. Oh, ja. Jammer. dit is een beetje toepasselijk. In de vuurwerk en in de benzinefabriek is er brand. Kijk. Gaat hij zo een bom doen. Ik moet een hele slechte grap maken, maar laat hem maar niet maken. Nee, doe maar niet. Nee, hij is zo jammer dat het gewoon racistisch zelfs is. Ik weet niet waarom je dat opeens over nadenkt, überhaupt. Het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Nee. Laat maar, ik weet dan wel genoeg. Even nee, wat... precies, daarom wilde ik hem dus ook niet maken.
Nee, want dan krijgen we precies hetzelfde als wat ik er al eens een keer moest uitknippen. Precies. En dat ga ik niet nog een keer doen. Dan laat ik er gewoon mooi eigenwijs in. Ja, maar dan worden we wel gestrikt. En ik heb geen zin in een strike. Maar wanneer komt die Alakpar ding dan? Moet je kerncentrale moet je even in de fik laten zetten. Ah, dan krijg je net zoiets als Chernobyl. Dat wil ik al helemaal niet. Hoe kom ik aan 100.000 monies? Wat heb ik gedaan? Hey, ik heb een hele berg plastic verkocht. En ik begin een beetje olie toekomst te krijgen en ik weet niet hoe. Brand, help, ja. Red jezelf. Ja, daar ging de beam. Vuurwerk en bot is kapot. Ripperino. Wat is een Ripperino eigenlijk? De fabriek. Die boom zei. Ja, maar wat is een Rino dan? Wat een rip is, dat snap ik wel. Dat heb je in je lijf zitten. Dat is toevallig een dier. Een rhino. Rhino. Precies hetzelfde. Oh, zoiets bedoel je. Ja, precies. Maar je zegt heel wat anders. Rhino's, zeg jij. Ja, en? Kunnen er meerdere zijn? Volgens mij zeg ik het alleen iets anders, maar... Ik heb volgens mij te weinig plek om nieuwe huizen te maken. Dus misschien moet ik binnenkort toch maar even een megatoren maken. Ja, je spreekt anders uit. Wat jij zegt. Google Translate. Google Translate is je beste vriend, af en toe. Nou, behalve als je Engels naar Nederlands wil vertalen. Ja. Dat is overduidelijk. Nee, niet die. Ik wil de bocht. Ik wil niet die dat je zelf mag tekenen. Mensen, dat zeker dat vuilnis nu opgehaald wordt. Er is nergens vuilnis te vinden in mijn stad. Ja, er is zo weinig vuilnis dat alles gelijk verbrand wordt bij mij. Vind ik al zelfs knap. Wil je nou een koekje? Graag. Gaan we even niet doen. Fuck die gezondheid, ik ga gewoon hier nog wat meer huizen neerzetten. Dan moet je een kerncentrale opblazen. Nee. Hey. Dan heb je fuck aan gezondheid. Dat is waar, maar dat ga ik niet doen. Ik denk dat ik een universiteit bouw. Behalve, we hebben nog niet zo'n onderdeel van onderwijs. Die wil ik zie het. Ik wil die wel graag hebben, maar... Zodat ik binnenkort in plaats van een oliecentrale toch wel richting de kerncentrale kan. Misschien niet het goedste idee. Is als mijn Nederlands. Goed genederlands. Dank je. Misschien heb ik binnenkort een keer een grondreiniger nodig. Want dat is wel hard nodig. Dat zou je rug ook wel goed schoon kunnen maken, denk ik. Behalve daarvoor heb ik weer een academie voor nodig. Het geeft wel weer werk, dat is zeker. Kan ik deze mensen wat blijer maken? Waar zijn deze gebouwen? Oh, nee. We missen een school. Als je overzicht op de straat, heb je een school. Bezorg om misdaad. Heb ik iemand wel een politiebureau? Ja. Kijk eens. Ik heb al een plannetje zitten waar ik misschien de universiteit neer ga plimpen.
Hoeveel is je flap staat? Er moet alleen wel een gedeelte... Even weg. Een bloemenplein en een shuttlebus te komen. Niet handig misschien, maar hey. Ja, maar wie heeft al bussen nodig in de stad? Vielen ze goed voor het milieu? Ja, dat kan ook. Die diepe zucht op van mij. Dan kun je meteen een strandje aanleggen eigenlijk. Gewoon het broeikaseffect. Prachtig, dit werkt. Heel dit. Waar is nat en draad dan? Zo. Oh, dan was nat en draad. Wacht, dat klopt niet. Nail it. Nails en spijkers. Ja, ik dacht van, ik ga gewoon geen opmerk, maar kijk hoe lang het duurt voordat je jezelf al verbetert. En gelukkig was dat nog vrij snel. Nou ja, olie bijna op. Nou, ik ga het wel gewoon inkopen. Ik ga dus wat ook... de heck? Mijn game is geglitcht. Wat dan nou weer? Ik kan geen wegen bouwen. Geen steden die elektriciteit produceren. Maar iedereen die produceert toch wel gewoon elektriciteit. Nee, dat snap ik niet. Dit is buiten mijn... Nee, maar ik heb ook zoveel spanning. En wat moet je nou hebben? Dus ik start even mijn game opnieuw op. Ja, doe maar. Ja, daar ben ik al trouwens mee bezig, maar ook al... Ach ja, ik heb toch nog geld om olie in te kopen voor mijn oliebron. Oh, oliebron? Nee, oliecentraal. Ja, olie inkopen voor mijn oliebron. Dat klopt iets niet. Oh, maar ik heb een nieuwe DLC van de Sims aan. Dat kan. Weet niet, maar... Sinds 4 jaar tijd of zo? Ik weet wel dat ik ergens nog in mijn kast ding... kistachtig iets, wat dat ook wel gaat zijn. De Sims 2 heb liggen met... Ja, Roek daar meteen nog een lade bij. Een grote rugzak. Een boodschappentasje. In een koelkast. Misschien nog in de diepvries. Wat heb je nog meer thuis? Een dashboardkastje. Voor een auto. Misschien. Gereedschapskist. In de televisie. Oké, zo kan die wel, ja. Ga verder. Ja, dit is de Sims 2 seizoenen. Ja, daar. Dat. Ja, precies. Dat heb ik ook. Alleen ik heb je origin. Jezus. Ido, je bent wel rampage aan het gaan met die recyclingsbakken ophalen. Je hebt toch al meer dan 1000 per dag opgepikt. Misschien wel 1500. Als ik het nog beter kan zeggen. Ik ga liever ham sandwiches. Lekkerder. True. Daar ben ik het mee eens. Geef ik geen ongelijk. Dan moet je wel kaas met een beetje sla erop. Zonder saus. En een lekkere dikke plaat beenham. Ik weet waarschijnlijk waardoor het komt dat mensen niet upgraden. Omdat mijn hoofdwegen nog niet helemaal gemaximaliseerd zijn. En gelijk wanneer ik dat doe beginnen ze te upgraden. Ja, daar lag het aan. Tja, beter later nooit dat ik daarachter kom. Zonder van het geld, had ik beter in de kerncentrale kunnen gebruiken. Ik dacht, wat hoor ik toch? Zo, hoppakee. Klaslokalen vol. Ja, ik kan niet meer klaslokalen eraan plumpen. Gaat niet. Jawel. Gewoon een extensie erop bouwen. Nee, kan niet meer. Doet EA ook met zijn deal met de Pick in the Game? Gewoon plugins op, gewoon DLC op DLC schrijven. Ja.
Oh, komt er al stroomtekort, zie ik nu. Nou, ik niet meer, dus ik heb weer een genoeg aantal. Veelheid. Mijn meter staat op min 12,7. Maar niemand op de zijkant stroomtekort. Dat is nice. Dan moet ik per ver het een klein beetje stroom bijbouwen. Waarom is een van mijn ja-knikkers kapot? Dat ding doet het niet meer. Is dat toevallig een zo'n reuze wezen ding geval op geweest? Waarschijnlijk. De kans is aanwezig. Heb je net zo'n hagedis dan? Nee, niet zo net. Een keer een tijdje terug. Wanneer we dit hadden opgenomen. Je weet wel. You know what I mean. Nee. Ik heb te veel boeven in mijn stad. Crime Investigation, precies, was het toch, die serie? Zoiets. Crime Investigation, zo was het. Dat ja. Even zien. Een beetje een bocht op een ongelukkige plek. Een bocht op een ongelukkige plek. Nee. Hoeveel inwoners heb je al? 21.000. En ik heb überhaupt 30 nodig om... Ik had de 7000. Iets van onderwijs te doen of zo. Ik had er nu 7000, dus. Dan loop je wel erg achter, of niet? Hoeveel inkomsten heb je per maand? Per maand? Per uur? 5000. Ik 1611. Is dat zeer gevierd, maar nu niet meer. Maar ik krijg wel steeds meer inwoners. Verstopte leidingen. Ja, dan moeten ze maar niet zoveel poepen. Nee, ik moet ze geen wc-borstels doorspoelen. Doorsturen. Ziet voor je. Of het lekker gebruikt, wat van die bruine vlekken aan zitten. Oh, heerlijk. Maar al dat sproeipoep. Nee, is heel stroom beschikbaar in de regio. Prachtige weg wat ik heb gemaakt. Kunnen architecten nog wat van leren, volgens mij. Althans, dat hoop je. Dus wanneer maken architecten wegen? I don't know. Of ze het überhaupt maken. Mijn brandweer is gesloten omdat collega's tekort komen. Stel ik je heet hoofden. Man, wat een goede wegligging is dit. Wegligging? Ja. Ik zoek mensen die willen upgraden. I need more money. Mijn riolering zit bijna verstopt. Laat ik mijn markt kan ik niet meer stroom drukken. Of ja. En wel openbare voorzieningen. Dat is waar. Laat ik ze maar verplaatsen. Een rioolwaterzuiveringssysteem.
de aard al iets om. Dan moeten ze niet zoveel zaken. Je maakt 10.000 per dag en daar hebben ze er nog niet genoeg aan, volgens mij. Witte dwerg liquidatie. Wat de fuck is dat er dan voor naam? Daar is brand. Ook nog. Hey. Mark. Heet hoofd. En ja, dat was een serieuze slechte grap. Dat was een hele slechte serieuze grap. Ik ben ook heel serieus, begrijp? Wist je dat nog niet? Nee. Hey, wolkenkrabber. Doet hij de wolkenkrabber dan? Moet je goed krabben? Weet je wat? Ik ga wel stoppen met deze serie. De grappen worden steeds slechter. Boom, zei de afvalbak, mag ik zeggen. Wat? Mark, precies een idee dat je daar minder zware artikelen erin drukt. Ja, dat kan het ook zijn. Ik heb 8688 inwoners. Oké, top. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik heb nu best wel veel wat gedaan. En de volgende aflevering denk ik dat ik dus voor de kerncentrale ga. En de afdeling onderwijs, dat komt ook heel mooi binnen zo dadelijk. Dus ik heb het leuk vonden. Geef gelijk af. Hey, wat geschoten bij mij? Geschoten? Oh god. Schietpartijtje. Nou, in ieder geval. Ik heb het leuk vonden. Geef gelijk af. En dan zie ik het volgende keer weer. Later.